Deze podcast werd opgenomen naar aanleiding van de Junior Journalistenwedstrijd, georganiseerd door het Davidsfonds in samenwerking met de Bibliotheek van Arendonk. Het thema in schooljaar 2021-2022 was De wereld na 2030. Lies weet niet veel, maar heeft een doel. Door Kaat in 't Ven. Het was vrijdagochtend aan zee. Het was lente, maar in het jaar 2030 zijn ze gewoon dat er rond die tijd toch een sterke wind waait. Camille en zijn klas konden niet wachten tot het weekend begon. De taalles begon. De kinderen namen hun tablets en openden hun les voor vandaag. Jullie gaan een spreekbeurt maken over jullie favoriete dier, zei juf Ria. De beste spreekbeurt mag zijn spreekbeurt voorlezen aan de hele school. Camille was ontzettend blij. Eindelijk kon hij beroemd worden op school. Toen de school uit was, reed hij met zijn zelfrijdende, gloednieuwe kinderauto naar huis toe. Op die kinderauto was hij erg trots. Je had hem moeten zien toen het nieuws op tv kwam dat alle kinderen een eigen zelfrijdende auto kregen. Het was erg druk onderweg en plotseling hoorde Camille gerommel uit het autotoilet. Hij parkeerde langs de weg en keek in het toilet. Daar lag een meisje. Ze was niet zo erg groot en had lange blonde haren. Ze sprong recht en riep uit volle borst: "Ik ben Lies en ik kom de wereld redden." Camille keek stom verbaasd naar Lies. "Waar kom jij zo opeens vandaan?" "Van 2020, jongetje. Ik kom van 2020 en ik ga de wereld redden, want ik ga alle verdwenen dingen terughalen. En jij kan mij daarbij helpen," zei ze. Ik denk dat ik dat niet kan, hoor. Ik ben maar gewoon een jongen en ik heb absoluut geen tijd. Ik moet mijn spreekbeurt afwerken," zei Camille. "Hoe ben jij trouwens hier geraakt?" vroeg hij. "Jongeman, ik kan dat gewoon," zei Lies zelfverzekerd. Camille besloot om terug te gaan zitten en zijn auto terug te starten. Onderweg naar huis stelde Lies steeds vragen. "Waarover gaat je spreekbeurt?" Lies stelde voor om het over de panda's te laten gaan. "De panda's?" zei Camille verbaasd. Hij had geen idee waarom ze dat wou. Lies was vreselijk hard geschrokken. Bestaan ze niet meer?" Camille vertelde dat de panda's al lang uitgestorven waren. Lies was boos. Ze wou er al zeker voor zorgen dat de panda's terugkwamen. Toen ze thuis aankwamen, waren de ouders van Camille nog niet thuis. Ze gingen naar zijn kamer met de lift. Eigenlijk had Camille liever dat Lies wegging. Hij kon zich niet concentreren. Hij wou goede punten voor zijn spreekbeurt. Dus is dat niet gemakkelijk als je je niet kan concentreren. Hij zette zich rond de laptop en begon over een kila te praten. "Wat is een kila?" vroeg Lies lachend. Camille was erg geërgerd door Lies. Hij kon zich niet concentreren, dus antwoordde hij maar vlug: "Dat is een nieuwe diersoort." Waarschijnlijk was hij nog niet ontdekt in 2020. Het lijkt een beetje op een leeuw. "Ah ja, oké," antwoordde Lies. Ze had al wel door dat ze Camille wat irriteerde. Camille praatte verder tegen zijn laptop. Lies barstte in lachen uit. "Waarom praat jij tegen jouw laptop? Dat is belachelijk." "Dat is niet belachelijk. Dat is veel handiger dan typen," riep Camille uit. Lies zweeg snel. Na een lang computergesprek kregen ze honger. Camille ging voor een micro staan en riep: "Kurt, breng chips." "Wie is Kurt?" vroeg Lies. Camille legde uit dat Kurt de huisrobot was en dat hij alles deed in huis.
Lies vond dat ook weer erg grappig. Na een paar seconden kwam Kurt met 2 kommen chips. Alsjeblieft, hier is chips, zei hij. En toen plotseling viel Kurt. Hij lag in 1000 stukjes op de grond. De kommetjes chips waren ondertussen al leeg. Wie moet er nu de afwas doen? Riep Camille luid. Hé, maar ik kan je dat wel leren hoor, zei Lies trots. Eerst moeten we Kurt wel opruimen hoor, zei Camille. Samen begonnen ze Kurt in de vuilbak te gooien. Lies bedacht bij haarzelf, wat hebben ze toch vreemde dingen uitgevonden in 2030. Camille was erg droevig dat Kurt weg was. Hij vond het zo handig dat hij er was. Omdat Kurt er was, moest hij nooit nog helpen met de afwas of met de wasmachine in te laden. Camille was zijn spreekbeurt ondertussen al helemaal vergeten. Ze gingen naar beneden om de afwas te doen. Lies legde uit dat het eigenlijk wel leuk is en ze ging op zoek naar een radio in huis. Camille riep opeens, zet M&M op! En plots begon de radio te spelen. Hij legde uit dat als je iets riep in huis, het vanzelf gebeurde. Lies vroeg wat er nog meer veranderd was. Erg veel, zei Camille. We hebben pas geleerd over 2020. Daar was er zoveel anders dan nu. Wat was er dan anders, vroeg Lies. Jongens dragen rokjes. Er zijn veel dieren uitgestorven, de panda's bijvoorbeeld. Er leven nu voor een heel jaar lang gewone mensen op Mars. Ah ja, en misschien nog de belangrijkste. Iedereen heeft een zelfrijdende elektrische auto. Zelfs de kinderen. Wauw, zei Lies. Dat is geweldig. Ze hadden nog uren staan doorpraten en de afwas was ook klaar. Ze hadden ongelooflijk veel plezier gehad. Toen kreeg Camille opeens een berichtje. Het waren zijn ouders die hem vertelden dat ze in de file stonden en dat ze waarschijnlijk pas dinsdag terug waren. Zijn jouw ouders dinsdag pas thuis? Vroeg Lies verbaasd. Oh ja, dat heb ik nog niet verteld. De files zijn niet echt geminderd. Sterker nog, alle auto's zijn nu zo gemaakt dat je erin kan overnachten als je in de file staat. Lies kon haar oren niet geloven. Ze was zo verwonderd. Camille en Lies hadden het hele weekend dolle pret. Zaterdag en zondag hebben ze vooral gepraat. Gepraat en gepraat. Lies vertelde bijvoorbeeld over corona. Maar daar wist Camille nog veel over. Hij vertelde dat corona pas weg is gegaan in 2025. Maar gelukkig vertelde hij dat er bijna geen doden meer zijn gevallen. Corona noemen ze nu een beetje een nieuwe griep. Ben jij gevaccineerd? Vroeg Lies. Ja hoor, iedereen over de hele wereld is gevaccineerd, zei Camille. Dat is super geweldig. Ik wil ook wel zo'n spuit hoor, zei Lies opgewekt. Het weekend was zo voorbij. En voor ze het wisten, was het maandag. Camille moest weer naar school, maar hij was zijn spreekbeurt helemaal vergeten. Nu kan ik nooit beroemd worden, zei hij jammerend. Teleurgesteld liepen Camille en Lies naar school. Lies kroop in een boom, want zij mocht niet gezien worden, en wachtte daar tot de school van Camille uit was. In de klas van Camille waren al veel spreekbeurten geweest. Nu was het Camille zijn beurt. Jufria riep door de klas dat Camille naar voren moest komen voor zijn spreekbeurt. Het spijt me heel erg, juf, maar ik heb het niet kunnen maken, zei Camille onzeker. Ja, jongen, dan weet je wat de straf is, hè? Camille wist wat er was. Hij wist dat hij de wifi moest gaan regelen in die kamer. Er wordt nu zoveel wifi gebruikt dat er vaak problemen zijn. En die problemen moeten door kinderen opgelost worden. Hij moest dus naar de wifi-kamer. Toen Camille klaar was, ging hij weer naar de klas. De juf koos als winnaar Dirk. Hij mocht zijn spreekbeurt voor de hele school lezen,
op het einde van de week. Camille liep sip door de school. Hij vertelde tegen Lies dat hij zijn spreekbeurt vergeten was en dat hij nu erg sip was, want nu kon hij niet beroemd worden. Lies wist Camille snel op te beuren. Ik weet hoe ik jou beroemd ga maken. Camille gaf geen kick. Hij was nog steeds teleurgesteld. Jij en ik gaan de dieren van 2020, die nu uitgestorven zijn, terughalen. Zo komen we zeker wereldwijd in de krant en op het nieuws. Ja? Ja, geweldig idee. Maar er is een klein probleempje, zei Camille. Eigenlijk mag jij hier toch niet zijn? Mijn ouders gaan dat nooit oké vinden dat jij er bent. Daar heb ik wel weer eens een oplossing voor. Ik kruip 's avonds gewoon in een boom in jullie tuin. En als jij mij dan wat eten brengt, komt dat wel goed, zei Lies hoopvol. Oké, waar beginnen we? Vroeg Camille. Hij was zijn spreekbeurt al lang vergeten. Bij de panda's, riep Lies uit. En toen gingen ze samen op weg met één doel. Een doel dat ze niet snel zullen opgeven.